Dank u vriendelijk, mevrouw de voorzitter, meneer de minister. Alle straffen moeten uitgevoerd worden. Het zou een citaat kunnen zijn uit het partijprogramma van het Vlaams Belang, maar nee. Zo stond en staat het vandaag in de regeerverklaring. En inmiddels is deze straffenbelofte die wij hebben kunnen ondersteunen, u weet dat, is die al verschillende malen afgezwakt. Ik citeer, van alle straffen zullen worden uitgezeten, ook de korte van 15 dagen, over er zijn geen speurders te vinden om verschillende vormen van zware criminaliteit op te sporen en te vervolgen naar de inwerkingtreding van de wet die de straffen onder de 3 jaar regelt, wordt voor de 12e maal uitgesteld en straffen onder 6 maanden zullen nooit meer uitgevoerd worden. Om nu te eindigen met de regering wil gevangenen een half jaar vroeger vrijlaten. Allemaal uitspraken, meneer de minister, die toch wel een vrij merkwaardige invulling geven van uw aankondiging, uw terechte aankondiging, dat u justitie straffer wou maken. Wat dan als een coronamaatregel aanvankelijk werd ingevoerd om iets, een antwoord te bieden op de capaciteitsproblemen in de gevangenissen, dreigt nu een blijvende realiteit te worden. Want we hebben vernomen dat u vrijdag naar de regeringsraad gaat met een wetsontwerp waarbij een aantal gedetineerden, niet allemaal, seksuele delinquenten niet, terroristen niet, zouden er ook nog maar moeten om mankeren, maar dat een aantal gedetineerden een strafkorting van 6 maanden zullen krijgen. Nu, meneer de minister, op deze manier maakt u van de strafuitvoering toch wel echt een karikatuur. Eerst allemaal hele grote aankondigingen, herinner u zelfs 15 dagen, zullen uitgevoerd worden om nu te beëindigen in een dieptepunt. En Vivaldi zou Vivaldi niet zijn, moest er ook daar oneenigheid zijn. CD&V gaat niet akkoord, omwille van het regeerakkoord. Uw zusterpartij is iets subtieler en verwijst naar uw eigen verklaringen. Vandaar 2 vragen. 1. Is er een akkoord? Dank u vriendelijk, meneer de minister. Ik heb wel toch met enige verbazing naar uw antwoord geluisterd. U stelt terecht dat het probleem van de overbevolking in onze gevangenissen al decennia lang een probleem is. Toen ik hier in 1991, nu ook al meer dan 30 jaar geleden, in deze Kamer mijn intrede, was dat ook al een probleem. Maar hoeveel ministers, liberale ministers, hebben inmiddels op het departement Justitie gezeten en hebben geen antwoord gegeven op deze problematiek? En 2, op het ogenblik van het sluiten van het regeerakkoord waarin die beloftes werden gedaan, op het ogenblik dat u uw beloftes hebt gedaan, alle straffen zullen worden uitgevoerd, ook toen, en was voor corona, kende u deze problematiek. Meneer de minister, de veiligheid van burgers moet primeren. Het is de taak van de overheid om hen te beschermen, maar helaas, u hebt zichzelf een brevet van onvermogen opgespeld. Stop alsjeblieft om de minister van aankondigingen te zijn, maar voer het regeerakkoord uit, voer uw beleidsverklaring uit. Voer...